ik ben weer eens een keer een nieuwe video aan het maken op onze boerderij. Er zijn allemaal dingetjes veranderd op de boerderij. Zoals, ja, we hebben een nieuwe trekker gekocht. Daarachter bij de boerderij is allemaal dingetjes veranderd. Die laat ik allemaal in deze video zien. Dus like en abonneer natuurlijk op dit kanaal. Nou, we gaan eerst naar de trekkers. Kom maar mee. Ja, het gaat wel lekker op de boerderij, weet je. Ja, dat is natuurlijk heel leuk. Allemaal dingen veranderd. En oh, een kitten daar. En daar zien we even een kitten. Die is nu weg. Ja, dit zijn dus de melkkoeien. Ja, die worden dus... ja, geen melkkoeien, al wat zeggen. Die krijgen kalfjes. Sorry. Die krijgen allemaal kalfjes deze. Dus ja, nou, achter zit er ook nog één. En ja, dat is even het hok. Er zit een nieuw stro in, hebben hun even gedaan. En Ellen en... ja, mama. En ja, nu gaan we naar de trekker. Nou, daar staat dus de trekker. En ja, dat is dus groen geverfd. Dat is erbij gekomen. En we hebben nog steeds deze case. Dus ja, we hebben een vent 308 gekocht. Nou, mijn vader dan. Ik niet. Zoveel heb ik niet. Nou, dit is dus de trekker die we hebben gekocht. En voor de rest is het gewoon dezelfde cabine. Maar dan gewoon met een nieuwe, ja, een nieuwe waar je op zit. Dat is nieuw. Alleen dat is nieuw wat hierin zit. Nou, kijk, die is toe. En ja, dit is het. En nu gaan we naar achteren. Zo. Nou, nu gaan we dus naar achteren. Nou, we kunnen nu niet stoppen, want de vorige filmpje was een beetje fout gegaan. Dus we waren net ook een filmpje maken. Maar het was een beetje fout gegaan. Dus nu gaan we naar de kalfjes. Dit zijn de kalfjes die je baby krijgt dus. Dit stuk, dat is weggehaald. En dit zijn de kruiwagens allemaal vol met stront. Nou, deze kalfjes die, nou, in 1 jaar geleden zijn we dus begonnen met YouTube zo'n beetje. En nu gaan we eens een keer een video maken. Ja. Dit zijn dus de kalfjes. En nu gaat Ellen even vertellen, ja, wat ze hier even valt vertellen. Wat de koeien aan het doen of zo zijn, ja. Wat is. Want, nou, zien jullie dat even. Kijk. Ja, hier zit dus zo'n koeien te chillen, weet je wel. En daar bij die koe, daar is de waterbak, die is lekker aan het drinken. En mijn lievelingskoe is, ja, dood. Ja, is geslacht, omdat hij niet goed melkte. Dus ja, beter, het is beter dat hij dan wat oplevert. Want als je het niet oplevert en hij is dood, dan is het ook helemaal niks. En ja, dit zijn de koeien. Ja, dat is wel mooi. Dan gaan we verder. Ja, ik weet niet of we deze toen nog hadden vroeg, nee, deze is volgens mij nieuw. Deze is dus nieuw. En ja, toen. Nu is hij al wel gebruikt. En dit, die hadden we toen al. Ja, die hadden we toen nog. En ja, dit zijn allemaal kuilen. Nou, en we gaan dus deze trekken hebben we dus nog. De 307 volgens mij. Oh, de 305 was zeg ik allemaal. Dus gewoon 305? Dit is dus... We hadden een 307, nou weet ik niet. Nee. Nou, in ieder geval deze trek gaan we dan verkopen met de case. En dan kopen we een hele mooie trekker voor terug. Ja, dus ja. En met die onderste bak kan je dit ding optillen. En dan kan je met die banden hier, kan je voet aanschuiven. En dit zijn de koeien. Nou, in ieder geval gaan we hier. Nou, hier is natuurlijk echt... Mensen die dit gesloten hebben? Nee. Ik heb daar ook een stukje mee meegehelpen met deze vloer. En met papa. Ja, en nu kan het maïs gewoon beter opstaan en dan kunnen ze beter inkoelen en zo. Ja, kijk, en dit is een grote kuil. Ja, en we hebben ook een poepmachine hebben gekocht. Ja. Vorige hadden we die natuurlijk nog niet. Nee. En hier langs. Daar, als het dan gaat regenen, dan wordt het dus waterachtig. En dan gaan er soms eentjes in zitten. En dat is wel schattig.
En ja, dit is ons uitzicht, maantje, ja, met zon. Met een kwad in gereden. Zon met wokken. Nou, niet voor, ja, voor, ja. Had hier ook doorgereden. Ja, dat is wel vet. Dat was echt grappig. Als je het niet hoorde, Jan heeft hier ingereden. Zo. En, ja. In ieder geval, ja, dat is een beetje wat een beetje veranderd is. Maar ja, er kan natuurlijk veel meer dingen veranderen. Maar we hebben niet zoveel dingen nodig. Ja, dat papa. We kunnen rijden en ja. Huh. We kunnen natuurlijk ook meer vlogs gaan maken. Vlogs. Video bedoel ik maken op de boerderij. Dat laat ik allemaal aan jullie over. Als jullie wat kunnen zeggen in een reactie, moeten jullie natuurlijk zeggen. En liken en abonneren voor meer leukere video's. Want ja, nu moet ik een beetje wennen aan YouTube, want ik heb al lang geen YouTube video meer gemaakt. Dus ja, in ieder geval, dat was van de video. Nou, we gaan eerst nog eventjes de lievelingskoe die je ook kan aaien, kunnen ook laten zien. Ja, en we gaan morgen zo in de video konijntje en paardje en een paard nog laten zien. Ja, want morgen, ja, dan hebben we pas de tijd. Ja, en dan gaan we ook een ander video iets maken, wat hier. Kijk, dus dit zijn die koeien. En dat is de lievelingskoe, lekker bruin. Ja. En dit is, ja. Kijk, een lichte, dat is ja, blauw en wit, dat zien jullie op het moment niet heel goed. We zijn er uitgegaan. Ja, ja, dat is grappig. In ieder geval, die windwaaiers, die gaan in de zomer. Ja. En voor de rest hebben we niet veel dingen. En ik heb net 50 euro gekregen. Ja. Maar dat voor de rest. Daarom waren we dus ook gestopt. Ja, daarom. Maar in ieder geval, dat was dan de video voor vandaag. Tenminste, morgen gaan we ook weer een video maken. Nou, en dus gaat maar een lekkere video afsluiten. Dus, doei! Nou, ja, dit was dus de video. Dus geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En abonneer op dit kanaal hieronder. Bye!